gaan zo meteen een minuut stilte houden. Een minuut stilte in verband met het overlijden van het Erebestuurslid Theo Huisman. Met het overlijden van Theo is het echte blauwe van ons heen gegaan. Een op- en topsportman, veel heeft gezeten voor de schut, maar zeker voor RKHVV. Een topsterke schut in het gouden team eind jaren 60 en later als animator onder veteranen. Daarnaast was hij een gepassioneerd bestuurder van onze club op het voetbalgebied. En in 2012 kreeg hij de titel Erebestuurslid. Hij was een aimabel en wijs man waar je alles op kon vertrouwen en een beroep op kon doen. En we gedenken Theo dan ook met het grootste respect.